Heren, welkom. Fijn dat jullie zijn. Fijn dat we vandaag met elkaar in debat kunnen. Of tenminste, ik ga niet in debat met jullie, hoop ik. Dat zullen we zien. Rutger Groot-Wassink, fijn dat u er bent. 4 jaar geleden was u ook hier. Toen echt als uitdager, oppositiepartij, die de sleutels van de stad wilde. Die radicaal andere koers wilde. Nu 4 jaar bestuurder. Praktijk is toch ook af en toe weer barstiger. Als bestuurder automatisch kom je ook met meer weerstand krijg je mee te maken. Hoe staat u hier nu dan deze verkiezingen? Is dat een ander gevoel in de campagne? Nee, ik heb gewoon heel veel zin in de komende debatten. Dus ik sta hier niet met een ander gevoel. Nee. Nee. En ook niet in de zin van dat, de vorige keer is natuurlijk, dan kun je zeggen, dit is wat we allemaal willen. Nu is de vraag ook wat meer, wat hebben we allemaal gedaan? Ja, maar ik ben heel trots op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. En ik sta er in die zin nog met heel veel ideeën waarvan de dingen waarvan ik denk dat ze nog beter moeten. Dus er is nog veel te willen en nog veel te verbeteren aan de stad. Dus ja. Dat is niet veranderd. Dat is niet veranderd. Nee, nog even ambitieus. Goed zo. Er zijn een aantal peilingen geweest. Eentje in opdracht van GroenLinks, eentje in opdracht van D66, eentje door dienst OIS. Eigenlijk in alle peilingen, GroenLinks zakt iets, maar maakt nog steeds een goede kans om de eerste partij van de stad te worden. Toch, dat zal vaker terugkomen. Maar zijn we hier vanavond? Ik dacht GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, D66. Mooie nieuwe coalitie. Kijk, het zijn peilingen. Hè? Dus alles hangt af van de uitslag. Het zou kunnen. 4 jaar geleden merkte ik bij de Partij voor de Dieren weinig enthousiasme om mee te doen. Dat vond ik persoonlijk wel jammer. Maar het zou kunnen. Maar ik denk dat het zal voor niemand een verrassing zijn. Dat voor mij als GroenLinks zou ik met PvdA en D66 goed samen kunnen werken. En in de huidige peilingen, als dat de uitslag wordt, dan heb je daar een vierde partij bij nodig. En dan zijn er denk ik meerdere gegadigden. Ja. Maar dan weet ook iedereen dat ik bijvoorbeeld niet zit te wachten op de VVD per se. Nee. Dat was ook niet per se waar ik naar hintte. Nee. Dat ik dacht, maar goed, tegelijkertijd, dat was 2 collegeperioden geleden, kon de VVD prima aanschuiven in een centrum links college. Dus op zich. Prima aanschuiven, dat is een beetje geschiedvervalsing, maar het voert te lang om daar nu over te praten. Politiek gaat uiteindelijk om dingen veranderen. Politiek gaat om machtsvorming. En ik vind ook, laat dat dan een les zijn van 4 jaar wethouder zijn, dat je soms ook best compromissen moet sluiten. Als het gaat over bijvoorbeeld de opvang van de ongedocumenteerden, heb ik met staatssecretaris Harbers van de VVD, dat is niet iemand die ideologisch dichtbij me staat. Ja, een deal weten te sluiten over de opvang van 500 ongedocumenteerden. Dus je moet, politiek in Nederland is altijd compromissen sluiten. Ja. En daar vind ik dat je toen bereid moet zijn. Dus kan dat uiteindelijk met de meeste partijen. Ook nu in de gemeenteraad zitten wel partijen waarvan ik zeg, allemaal nooit niet, ga ik niet meer samenwerken bij Forum. Ja. Met extreemrechtse gekkies ga ik het niet doen. Bijvoorbeeld gelukkig bij JA21 heb ik ook wel mijn vraagtekens. Ja, gelukkig zijn we daar nog niet. Oh, je zou ook niet met JA21 in een college willen? Dat weet ik nog niet. Vind ik wel ingewikkeld. Okay, ingewikkeld. Dus ben ik wel benieuwd naar hoe meneer Van Lammen, want die trekt veel op met JA21. Goed, die loopt. Dat is een mooi bruggetje, maar het debat is nog niet begonnen. Het debat is nog niet begonnen. Jonas Van Lammeren, fijn ook dat u er bent. Lijsttrekker Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren gaat eigenlijk goed afgelopen jaren. Je ziet steady ook landelijk dat het aantal stemmen op Partij voor de Dieren stijgt. Het zetelaantal groeit. Wat is het belangrijkste van deze verkiezingen voor u? Bereidt u zich voor om mee te gaan besturen? Laat ik beginnen dat wij echt never, nooit, niet met jaar 21 in een college gaan zitten. Opvallend. Dat wil ik eerst even gezegd hebben. En ik kan later wel uitleggen waarom wij oppositie hebben gevoerd tegen een biomassa-centrale. Goed, daar komen we. Maar waar bereiden we ons op voor? Nee, wij bereiden ons op voor om de stad gewoon groener te maken, klimaatneutraler te maken en eerlijker door te geven aan de volgende generatie. En ik denk dat dat het beste kan vanuit een coalitiepositie. Ja, tegelijkertijd we zitten een beetje in de inleidende beschietingen, zeg maar. U heeft aangegeven, u wilt wethouder klimaat en biodiversiteit worden. Ja. U heeft harde kritiek op het stadsbestuur. Dat zullen we straks denk ik nog wel in het debat, zult u vast dat ook uiten. Maar compromissen sluiten, dan toch een beetje water bij de wijn doen richting. Heeft u het idee dat u daar na de verkiezingen wellicht wel trek in hebt? Nee, dat zou nu ook al kunnen. Maar waar het om gaat is van, ik heb gezegd en mijn harde kritiek is dat we kapitale blunders hebben gemaakt in deze stad in de afgelopen 4 jaar. Ja. En als Partij voor de Dieren mee gaat doen, ik heb ook gezegd dat poetsie niet meer in 1 periode weg. En dat is zonde. Er zijn echt dingen gebeurd die we gewoon niet heel snel meer wegpoetsen. Ik kan er straks wel in detail op ingaan. Maar mijn mening is dat als wij mee zouden doen, dan moeten we weer de goede kant op gaan bewegen.
betekent meedoen? Ja, als je 10% haalt, hè, laten we even heel reëel zijn, ergens tussen de 8 en 10%, betekent dat je op een aantal punten niet helemaal je zin gaat krijgen. En dat is logisch, dat hoort bij een coalitie. Maar is een aantal punten, bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, ja, waar wij niet zomaar water bij de wijn doen. Maar dan is het risico ook dat u zichzelf daarmee buitenspel zet op dat thema als andere partijen anders willen? Ja, ik ben daar veel positiever ook richting mijn collega's. Als ik een D66 hoor zeggen, bij mij staat klimaat tussen 1 en 66, dan is in ieder geval die ambitie er. Ik denk alleen dat er een aantal plannen zijn uitgerold, ja, die we beter niet hadden. Oké, nu heeft u het debat geopend richting 3 partijen. We houden het voor nu even bij 2. Oh, nou, hier hebben wij ook wel met elkaar wat over. Zeker, ja. Ik geloof dat veel samen kan komen. Over van wat zou Partij voor Dieren kunnen bijbrengen? Nou, wij zijn het groene anker van de gemeenteraad. Ik heb heel harde kritiek gehad op GroenLinks en dit. Goed, daar gaan we het zo over hebben. U heeft als onderwerp meegenomen klimaatbeleid. Korte maar. Ik wil ook nog een compliment uitdelen. Ik wil ook nog een compliment uitdelen. Ik bedoel, als je kijkt naar het autoluws maken van de stad en het thema wat de heer Groot-Wassing van GroenLinks heeft meegenomen om gelijke kansen in de stad, hebben ze van ons nooit kritiek gehad. We zijn wel meegegaan. Oké, helder. Nou, de inleidende beschietingen zijn inderdaad begonnen. Volgens mij zijn we onderweg. We gaan aan de hand van 2 thema's debatteren. En het eerste thema, en u krijgt de kans om dat kort in te leiden, is uw thema. En dat toenemende ongelijkheid en erosie van bestaanszekerheid. Dat is een hele mond vol, maar toch, ik wil even de kans geven om in 30 seconden tot een minuut even kort uit te leggen waarom we het daarover moeten hebben vanavond. Ongelijkheid is het gif dat de samenleving verdeelt. En ik maak me grote zorgen over wat dat betekent, omdat het mensen ook tegen elkaar opzet. En wij hebben, denk ik, als coalitie de afgelopen jaren heel veel gedaan. We hebben enorm geïnvesteerd in armoede. We hebben enorm geïnvesteerd in werkgelegenheid. We hebben schulden van jongeren overgenomen en mensen aan werk geholpen. En dat is heel belangrijk. We hebben discriminatie bestreden. Doordat dat ook bij ongelijkheid hoort. Maar bestaanszekerheid gaat verder dan alleen je inkomen. Bestaanszekerheid gaat ook over een betaalbare woning. En wat GroenLinks betreft bouwen we ruim 7.500 woningen, waarvan 90% voor de lagere en middeninkomens is. Want bestaanszekerheid gaat ook over wonen. En ik vind het zo jammer dat de Partij voor de Dieren zegt, iedereen met een binding kan in Amsterdam wonen, maar ik weet niet hoeveel huizen u wil bouwen. Op televisie zei u, nou ja, dat zijn er dan een paar duizend. En dat vind ik jammer. Want bestaanszekerheid betekent ook dat je als Amsterdammer of als iemand die de droom heeft om in Amsterdam zichzelf te ontwikkelen, hier een plek moet krijgen. En daarom vind ik dat je eerlijk moet zijn over hoeveel betaalbare woningen je moet bouwen. Daar heb je meer aan dan een loze belofte van binding. Oké, dan wil ik heel even voor een reactie even uit elkaar trekken. Heel kort, hoeveel woningen wilt u bouwen per jaar? Nou, we hebben de afgelopen jaren... Hoeveel? Dit college heeft ongeveer Diemen bijgebouwd. Hè? Dat is, ja. Diemen is 31.000, we hebben 29.000 bijgebouwd. Je redt ongeveer 7.500. Dan is dat meer... 7.500. Eigenlijk niet aan. Oké. Ik zou liever nog iets meer willen. 7.500 woningen, ja. 45% sociaal, 45% meer duur en de rest dure koop. Ja. Dus de sleutel om naar ongelijkheid en bestaanszekerheid te gaan is volgens u, zegt u, op dit moment echt heel belangrijk om die woningmarkt, om daarnaar te kijken, om te kijken naar die inkomen, betaalbaarheid en toegang. Jonas van Lammeren, ik heb ook, ik ben benieuwd naar uw reactie hierop, heel kort. Wat is uw ambitie met betrekking tot woningbouw? Want inderdaad, die ambitie van 7.500 wilt u niet. Nee, klopt. Wat wilt u wel? Nou, ik denk dat je rond de 4.500 tot 5.000 komt. En ik zal ook uitleggen waarom. Kijk, de Nederlandse bevolking groeit. Simpel. En dat betekent dat je moet bijbouwen. Want er is gewoon een enorme woningnood. Er is een woningnood hier in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland. Wat Partij voor het Dieren zegt is dat we, en dat zeggen we ook op landelijk niveau, dat je moet gaan kijken van hoe verdeel ik nou eerlijk woonruimte en ruimte over heel Nederland. En het is natuurlijk heel fijn om tegen je electoraat te zeggen, we gaan de hele stad volbouwen, iedereen een woning. Jij een woning, jij een woning, jij een woning. Maar wat heb ik aan een woning, en dat hebben we met de coronacrisis meegemaakt, als er geen ruimte is voor te sporten. Als huisartsen geen plek meer hebben om uit te breiden, zodat we goede zorg in de wijken hebben. En onze visie van Partij voor Dieren is dat je kan de hele stad volbouwen, maar ten koste van wat? Hoeveel groen hebben we per vierkant? Nee, maar kijk, niemand is voor de hele stad volbouwen. Want ook wij vinden groen natuurlijk heel belangrijk. We bouwen alleen maar groene wijken. Fijn dat u nu zegt 5.000. Dat is zo de kans. Eerder zei u ongeveer de helft van wat er gebouwd wordt.
Maar nog steeds, dat punt van die binding lukt dan niet. In uw landelijke programma, u verwijst er nu zelf naar, zegt u... je moet vooral bouwen in gebieden waar eerst de bio-industrie was. Dan ben ik voor afschaffen van de bio-industrie. Maar dat betekent dat we in landelijk Noord gaan bouwen. Dat betekent dat mensen meer auto's zullen hebben. Want mensen moeten gewoon naar hun werk. En ik vind dat dus niet oké. Okay. Jonas van Lammeren. Ja, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen met zoveel onzin. Nou, sorry, dat staat gewoon in uw landelijk programma, toch? 1 miljoen woningen in gebieden die voormalig... biodiversiteit. Okay. Dat maar, staat in uw programma. Maar ik wil nu, want we kunnen nu over die, over ja, die programma's... Lastig, maar ik wil eigenlijk... Wat ik heel lastig vind, ja? Er wordt een vraag gesteld... en een stelling geponeerd en probeer antwoord te geven. En ja. zo ken ik de heer Grootwassing wel weer. Kijk, wat de Partij voor het Dieren heeft gezegd... is dat wij landbouwgrond moeten omkatten naar woningen. Dat moet je landelijk bekijken. En hoe kun je dat doen? Nou, dat betekent inderdaad een ander voedselpatroon. Omdat de veeteelt een enorm beslag legt in Nederland op de grond... Dus eigenlijk moet je een stad bijbouwen. Niet ten koste van natuur. Wat op dit moment in het college gebeurt, wat op dit moment in Amsterdam gebeurt... en aanstaande zaterdag staan er 40 milieuorganisaties en natuurorganisaties uit Amsterdam alleen al... op de Dam te protesteren vanwege de afbraak. Want wat heeft dit college gedaan? Ze hebben duizenden bomen in Elsenhaag-Zuid gekapt. Ze bouwen in de hoofdgroenstructuur in West. Ze bouwen in de hoofdgroenstructuur in Noord. Ja. Ze bouwen in de hoofdgroenstructuur in Zuid. En dat is niet een stad waarin ik wil wonen. Ik wil een stad hebben waar mensen ook naast wonen prettig buiten kunnen zijn. En één ieder weet het uit de coronacrisis. Er is een enorm tekort aan groen en openbaar. Ja, maar dan komen we op een ander punt. En dat is eigenlijk dat hier een tegenstelling lijkt te ontstaan tussen, dat benoemt u eigenlijk tussen verdichting van de stad en groenvoorzieningen en een prettig leefklimaat voor mensen, toch? Dat is eigenlijk wat u zegt, op de manier zoals we nu doen. En wij zijn moedig genoeg om te zeggen, niet één ieder kan in Amsterdam wonen. Ja, nee, precies. Dat zegt helemaal niemand, hè? Dus ik denk dat je Amsterdam ongebreideld zou kunnen uitbreiden. En dat het dan vol is. En volgens mij zegt ook niemand dat. Maar ik vind wel dat je eerlijk moet zijn over wie je nou een woning kan krijgen. En ik vind ook, want wat u zegt klopt gewoon niet helemaal. Als je kijkt naar hoe het groen de afgelopen tijd is afgenomen, dan is het van 80 vierkante meter per inwoner naar 78 gegaan, terwijl we met 10% zijn gegroeid. U heeft het over bomen. Rotterdam heeft 160.000 bomen, wij hebben er 300.000 bomen. Ik vind het een beetje flauw, want als het is wat meneer Van Lammeren zegt, dan zou je dus nooit een boom mogen kappen voor een woning. Of nooit een boom mogen kappen. En ik vind dat dat wel mag. Omdat ik vind dat bij een stad als Amsterdam het hoort dat we betaalbaar blijven bouwen. Dat mensen met een laag inkomen hier ook kunnen blijven wonen. GroenLinks zegt, laten we nou in nieuwbouw 25% van de woningen, van de sociale woningen, voor de buurtbewoners maken. U stemt eigenlijk altijd tegen bouwplannen. Ik vind dat zonde, want wat zeg je dan tegen de kinderen van heel veel Amsterdammers? Dat is mijn probleem. En eerst, zit ongelijkheid. Ik wil hem even terugtrekken, u mag het antwoord daarin meenemen. Ten eerste, wij stemmen niet altijd tegen bouwplannen, wij stemmen altijd tegen bouwplannen in het groen. Dat is waar. Oh, en deze best... Oh, wacht even, ik wil eerst even meneer Van Lammeren horen. Dank u wel. Ten tweede, die 7.500 woningen, die gaat het woningprobleem helemaal niet oplossen. Dat is gewoon onzin. We groeien tegen de klippen op. We zitten aan de grenzen van de groei van de stad. Maar, het is zo fijn om te roepen, maar goed, politiek is niet bang voor, is niet voor bange mensen. Het is zo fijn om te roepen, ik ga iedereen een huis geven. Ja, het is gewoon niet waar. Niet. Als we nu kijken naar Havenstad, en het groen is 15% afgenomen. En als we kijken naar Havenstad, veel te weinig groen. Er is te weinig ruimte voor sport. Als we kijken naar Eiburg 2. Het groen voor Eiburg 2 moet komen bij een eiland wat pas over 40 jaar komt. Ik wil hem even terugtrekken. Het laatste over die bomen. Als we door elkaar praten, dan snapt niemand het namelijk. Het laatste punt over die bomen. Amsterdam heeft meer bomen dan Rotterdam. Ja, superleuk. Maar... het aantal bomen is afgenomen. Het gaat om de trend. En daar... Ik wil hem even terug hebben richting bestaanszekerheid en ongelijkheid. Want dat is natuurlijk ook welk thema u heeft ingebracht. Zeker. Laten we dan nog heel even kort doorgaan op die woningmarkt. Of eigenlijk de behoefte voor Amsterdammers om toegang te hebben tot die woningmarkt. Kunt u mij heel kort zeggen, want u heeft duidelijk gezegd, we willen 25% reserveren. We hebben allemaal manieren om betaalbaarheid, toegankelijkheid te stimuleren. Wat zijn uw plannen om binnen die
ambitie die u heeft voor bouw, maar die iets lager ligt, te zorgen dat mensen meer kans maken op een sociale huurwoning. Dat gezinnen in de stad kunnen blijven wonen. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met die ongelijkheid die groeit in de stad. Ja, ten eerste, gezinnen hebben behoefte aan openbare ruimte. Dus laten we voorop stellen. We hebben gezegd, we houden in principe vast aan 40-40-20, maar waar nodig kan je aanpassen. GroenLinks heeft 45-45-10. Het zal per project, komt het ongeveer op hetzelfde neer. Wat wij zeggen is dat we de sociaal of economische verbondenheid weer terug willen naar de stad voor sociale huurwoning. Maar als ik ook kijk naar de huur, de sociale verkoop van huizen in het afgelopen college. Wat wij hebben gezegd, als we een sociale huurwoning weg zouden halen, wat ik helemaal niet wil. Je krijgt die gentrificatie. Dan moet die 1-op-1 vervangen worden. Dan moet die minimaal 1-op-1 vervangen worden. En wat er nu gebeurt, is gewoon gentrificatie. Dat er gewoon, er worden wijken opgeknapt, maar de mensen kunnen de huur niet meer betalen. Ja. Daar zal je als gemeentebestuur moeten ingrijpen. En als laatste, Partij voor Dieren heeft al in 2012, toen werden we ongeveer voor gek verklaard, geroepen dat we eigenlijk ook de koopmarkt zouden moeten gaan reguleren. En die stappen worden nu gemaakt. Maar die analyse is denk ik niet heel anders dan de analyse die u maakt. Dat is de analyse die wij ook al ook daarvoor maakten. Dus laten we elkaar nou niet eraan een wedstrijdje gaan doen. Wanneer u voor het eerst de koopmarkt reguleerde, wilden wij al een hele tijd. Nee, wij zien ook dat het echt een probleem is dat corporaties die sociale huurwoningen verkopen. Is overigens de afgelopen periode gehalveerd ten opzichte van de vorige periode. Ik zou heel graag een gemeentelijke woningbouwcorporatie willen, waarvan we die woningen die corporaties misschien wel willen verkopen, was eigenlijk vooral vanwege de verhuurdersheffing, waren we dan al wel allebei tegen, dat we als gemeente die opkopen. En dat we als gemeente die woningen opkopen en in eigen beheer weer verhuren. Ja. Omdat je dan zelf regie hebt. Ja. Het grote vraagstuk is niet bouwen, bouwen, bouwen. Dat is onzin. Het grote vraagstuk is betaalbaarheid en regie op de woningmarkt. En bijvoorbeeld met zo'n woningbouwcorporatie kun je de regie terugnemen. En dat is wat we moeten doen. Want als we dat niet doen, u zegt 40-40-20. Ik vind dat er dan te veel dure woningen bijkomen die direct een speculatieobject zijn. Een gemiddelde woning is nu 6 ton. Als je die nog even laat, is die 7-8 ton. Wij moeten daar echt niet meer in investeren. Het gaat om betaalbare woningen om Amsterdam te laten zijn. En het gaat erom dat we die regie terugpakken. En een gemeentelijke woningbouwcorporatie is daar echt by far het beste instrument voor. Vindt u dat een goed idee? Ik vind dat absoluut een goed idee. En ik wil nog een stap verder gaan. Ik zei het ook gisteren in een debat, van ik ben blij dat we Republiek Amsterdam heten. Want ik bedoel, een prins die gewoon hier de halve stad ophoudt, ik zeg hier iets, en vervolgens daar geld mee verdient, is gewoon geen model. Ik zou veel liever zien dat we als we de investeerders van de markt willen halen door zelf woonplicht, regulering, et cetera, et cetera. Maar je kan nog een stap verder gaan. Dat je zegt, ja, maak dan een fonds voor de Amsterdammer dat zij zelf in de stad kunnen opereren en dat we daarmee buitenlandse investeerders van de markt weghouden. Ja. Want uiteindelijk is de Nederlandse woningmarkt een zeer rendabele markt, een zeer stabiele markt en dat trekt vreemd kapitaal aan. Als wij koopwoningen gaan kopen, dan drijven we de prijs alleen maar op. Dat lijkt me eigenlijk geen idee. Zeg niet dat wij koopwoningen moeten kopen. Alleen maar een extra speler. Ja. Heel kort. Ik wil nog even richting onzekerheid en bestaanszekerheid en misschien ook armoede en in de stad gaan. Maar heel kort nog even dit. Ja, ik vind het fijn. Zo kennen we de heer Grootwassing weer. Wat ik zeg is dat wij het vreemde kapitaal uit de markt moeten houden. En dat zou je veel beter kunnen doen door Amsterdammers te doen. En dat is voor GroenLinks helemaal niet zo'n gek plan. Want dat zeggen ze ook met de zonnepanelen. Maar waarom laat je dat dan niet toe? Tot slot, want als we het hebben over, er zijn allerlei ideeën natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld mensen in een bijstandsuitkering, dat die of aan het werk komen of dat die kunnen bijverdienen. U heeft in uw wethouderschap eigenlijk een voortzetting ook van eerder beleid. De gemeente is experimenteert met ruimhartig omgang met mensen die in de bijstand iets willen bijverdienen. Als u kijkt naar die plannen die nu uitgezet zijn daarin, om juist aan de onderkant, of aan de onderkant, dat klinkt heel denigrerend, zo bedoel ik het niet, maar de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, om die gelijke kansen te geven. Vindt u dat het beleid wat GroenLinks en ook PvdA trouwens en het college daarin heeft, en D66, dan heb ik het hele college genoemd, bijna, SP, iedereen, kijkt niemand meer zo moeilijk aan. Vindt u dat beleid voortgezet kan worden? Absoluut. En nogmaals, daar zit het verschil niet. Nee, kijk, wat de heer Grootwassing gezegd heeft, van ja, we gaan helemaal niet, dat wil de VVD graag, vandaar dat ik mij ook niet zo snel met de VVD in een coalitie zie. De VVD zegt, ja, als je een uitkering hebt, dan moet je daar maar wat voor doen. Nee, en nogmaals, en dat heb ik ook al gezegd, ik heb hele harde kritiek gehad op klimaatgroen.
Maar op de sociale verdeling in de stad veel minder. Op de Obanek. We hebben geen tijd meer voor erfpacht, zeker? Hè? Voor erfpacht? Ja. Nou, daar hebben we heel veel debatten hier gehad erover. Ik weet in ieder geval dat u wilt een ander systeem van erfpacht. Community wealth return. Dat is dat de waarde van de woningen terugvloeit naar de gemeenschap bij verkoop. Ja. Ja, en nou, hebben we dat uitgelegd. Maar de erfpacht is natuurlijk ook een soort sturingsinstrument voor de overheid om welvaart te herverdelen. En de heer Van Lammeren lijkt zo tegen erfpacht. Want hij stemt vaak mee met ook die rechtse partijen. En dat vind ik zo jammer. Want ik denk dat erfpacht juist een belangrijk instrument is om die regie op de woningmarkt bijvoorbeeld te houden en om welvaart te verdelen. Goed, heeft u het slotakkoord gegeven? Mag u daar ook nog op reageren? Ja, dat vind ik wel een heel goed punt. Kijk, en dat is dan de heer Groot-Wassing, want die zegt ook, ja, het is een ultralinks college. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Of superlinks. Heb ik ook nooit gezegd. Maar waar het om gaat is... Ik heb altijd gezegd centrumlinks college. Maar mijn politieke positie is dit een centrumlinks college. Ja, knijtenlinks college was wat Erik van den Burg op de coalitie plakte. Ja. Ik kan zo zitten, dan kan je ook een man. Ik zie nog niet de coalitie hier ontstaan, moet ik zeggen. Maar we hebben nog heel veel tijd. Ja. Nee, maar dat betekent nog steeds niet dat als jij een koopwoning hebt en je hebt erfpacht en die wordt afgeroomd. En dat we daarmee honderdduizenden Amsterdammers in het financiële ongeluk steunen. Ja, niet on my watch. En daarom heb ik gezegd: het systeem van erfpacht en die afkoopregelingen en de BSQ's is gewoon. Niet goed ingeregeld. En daar is ook gelijk mee doorgegeven van dat de gemeente dat gewoon niet goed gedaan heeft. En daar heb ik mij tegen gezien. Oké, dus u zegt erfpacht als instrument nog steeds interessant? Zeker weten, want met erfpacht kun je heel veel dingen regelen. Ja. En dan kun je eisen stellen bij de gronduitgifte. Maar dat betekent nog steeds niet dat wij Amsterdammers met een erfpacht maar het financiële ongeluk gooien. Wat bijvoorbeeld de SP heeft gezegd, iedereen met een koophuis is een kapitalist en plukt de vruchten van de staat. Ja. Dat is onzin. Vindt u er wel, want we hebben hem helemaal afgekaart, dat op het gebied van erfpacht de waardestijging van de grond, hè, mensen zitten op een locatie, de waarde van hun woningen wordt meer waard, dat daar dan een bedrag betaald mag worden in die kanon, maar u vindt het bedrag te hoog? Ik vind de afkoop van het bedrag en hoe dat berekend is, was ronduit asociaal. En dat heeft heel veel Amsterdammers slapeloze nachten die elke dag meedoen aan de maatschappij, werken voor hun geld. En hoe dat is uitgepakt. En daar zijn heel veel Amsterdammers hebben een slapeloze nacht van gehad. En dat vond ik een asociaal beleid. Goed, nou, we hebben een heel nieuw punt. Daar was ik natuurlijk erg tegen, hè? Want de VVD heeft dat ingevoerd. U weet, wij hebben daar ook gewoon tegen gestemd. Maar het principiële punt is natuurlijk, hè, als door investeringen van de overheid, bijvoorbeeld in parken, in wegen, in culturele voorzieningen, de waarde van je huis stijgt. En mind you, hè, een gemiddeld huis is nu 6 ton. Dan mag je dat ook wel een beetje van aan de gemeenschap teruggeven. Ja, nou, we gaan deze afronden, want we moeten naar uw thema toe. Het is een thema van ons allemaal, ja, zeker. Maar alle thema's, zeker. En de woningmarkt komt ook zeker nog terug zometeen. U wil het hebben over het klimaatbeleid. En eigenlijk ook de stappen die daar gezet moeten worden. Ja. Kunt u ons kort meenemen waarom u dat vanavond wilde inbrengen en wat uw belangrijkste punt daarin is? Nou, het is vrij evident dat wij op dit moment harder de aarde aan het exploiteren zijn dan dat de aarde terug kan doen. En als je een rijk land bent en een rijke stad, dan heb je gewoon de verantwoordelijkheid om daar zoveel mogelijk aan te doen. Wat dat betreft verschillen niet heel veel partijen van elkaar. Mijn kritiek is geweest over de afgelopen 4 jaar is hoe we dat gingen doen. En mijn kritiek is geweest, we bouwen een biomassacentrale waar we hout in stoken. We leggen hoogtemperatuur warmtenetten neer die echt misdadig zijn omdat het rendement kost. We laten de gasinfrastructuur afbreken die we straks nodig hebben voor waterstof. We zetten de Amsterdamse bevolking tegen elkaar op door windmolens te plannen in groengebieden of te dicht bij huizen. Het doel van het gas af is een verkeerde. Het doel zou moeten zijn, we willen de CO2 naar nul brengen. En dan geef je ook een vrijere gedachte om ook een keer toe te geven. En dat is wat ik het college echt verweten heb afgelopen 4 jaar. Van jullie hebben een fout gemaakt met onder andere biomassa. Geef dat toe en blijf niet halsstarrig vasthouden omdat je dan eventueel gezichtsverlies leidt. Oké. Ja. Ik ben benieuwd naar uw reactie erop ten eerste. En ik denk daarna ook, wat u zegt is, de ambities sta ik in hoge mate achter. Mag voor mij misschien nog een schepje bij. Maar het gaat mij om de uitvoering en om dingen die in deze collegeperiode zijn weggegeven. Dat zijn we in het begin ook al. Die we niet zomaar meer terug kunnen pakken. Bijvoorbeeld de biomassacentrale. Ik ben benieuwd hoe u reageert op de heer Van Lammeren. Maar die is verkocht.
Waardoor de biomassacentrale nu in handen is van iemand anders. Waardoor er misschien minder mogelijkheden is om hem snel te stoppen, bijvoorbeeld. Terwijl u bent tegen biomassa als GroenLinks. Mm-hmm. Staat in uw programma. Ja. Deelt u de kritiek van Jonas van Lammeren dat er deze collegeperiode zijn tweeledige kritiek? Te veel is weggegeven wat niet zomaar hersteld kan worden. En twee, dat er te veel weerstand is georganiseerd rondom bijvoorbeeld die windturbines waardoor mensen tegen elkaar zijn opgezet. Dat is de kritiek in een notendop. Nee en nee. Ik zal u uitleggen waarom. Ik deel die ambitie. En ik deel die ambitie met de heer Van Lammeren enorm. Want we hebben echt gewoon geen tijd te verliezen. Klimaatverandering is de allergrootste uitdaging waar we allemaal voor staan. En de kabinetten, ach, nu moeten we het nog maar zien, want nu krijgen we kernenergie erbij. Die lijken daar te weinig aan te doen. Wij hebben als GroenLinks ervoor gekozen om een voorhoede te willen zijn. Om voorop te lopen. CO2 15% afgenomen. Zonnepanelen vervijfvoudigd. Fors geïnvesteerd in isolatie. En ja, ook in hoogtemperatuur. Want het grote probleem is dat als je ook de doelstelling van de heer Van Lammeren wil, die soms inderdaad net een tikje scherper zijn dan die van ons, dan ontkom je in je energiemix, dan kom je er niet met waterstof en met zon en isolatie. Dan heb je alles nodig. Heb je hoge temperatuur warmte nodig, warmte van de industrie die we nu gewoon in het ei pleuren. En dan heb je zon nodig, nogmaals vervijfvoudigd. Dan heb je wind nodig. En niemand heeft een windmolen neergezet bij een huis. We hebben gezegd, wij vinden dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen omdat er geen tijd meer is. Ja. En wij hebben zoekgebieden vastgesteld. We hebben gezegd, de helft komt in de haven. Mm-hmm. En er is geen partij in de gemeenteraad die bewust een risico zou nemen met de gezondheid. Maar het grote probleem is dat de heer Van Lammeren noemt nu hier hoogtemperatuur misdadig. En dan haalt hij zo dadelijk Jan Rotmans aan, want die heeft dat gezegd. Diezelfde avond zegt Jan Rotmans dat de klimaatplannen van Amsterdam de allerbeste zijn die hij kent. En ik word hier echt ook een beetje giftig van. Omdat er niemand is. Als je het bij elkaar omrekent, dan zul je alles moeten doen. Dan heb je hoogtemperatuur, laagtemperatuur, wind, zon, isolatie en zelfs een beetje biomassa nodig. Okay. Nou kom ik op die biomassa. 2% van de Amsterdamse warmte is biomassa. Ben ik daar blij mee? Nee. Maar we zullen het in de mix nodig hebben totdat we echt duurzaam kunnen zijn. De heer Van Lammeren is enthousiast over waterstof. Ik ook. 4 keer zo duur. En wat heb je nodig om waterstof op te wekken? Zon. Elektriciteit. Je leidt namelijk elektriciteit door water. Ja, ja. Dus die elektriciteit die zul je toch uit zon of wind moeten halen. Maar dan wil ik hem even, want we hebben nog even voor dit stuk. Dus we kunnen even twee. Maar ik wil hem even uit elkaar halen. De enorme ambities van datacenters en het drinkwater. Meneer Van Lammeren, ik wil hem even uit elkaar halen, want dan is het makkelijker te volgen. Eigenlijk de reactie van meneer Groot-Wassink is tweeledig. Aan de ene kant, wij willen een voorhoede zijn, we willen een hoop doen. Dus we hebben de hele mix nodig. En de kritiek die ik daarin lees, is dat Partij voor de Dieren daarin te veel niet wil, waardoor we eigenlijk die ambities niet kunnen halen, want dan komen we er niet op uit. Je komt er niet op uit. Dat is deel 1 van de kritiek. Dan mag je daarop reageren, dan kunnen we dan naar de windturbines. Ja, dat zal ik zeker doen. We isoleren? Nee, dat doen we helemaal niet. Van de 50 miljoen die uit het klimaatfonds is. Nee. De vraag was, we hebben de hele mix nodig. Ja? Ja. Nee. Oké. Okay. Nee, ja, het verbranden van bomen is terug naar de middeleeuw. Kijk, en daarom zeg ik ook, die hele ambitie, we gaan van het gas af, dat heeft GroenLinks en de rest van het college in een tunnelvisie gezet. We moeten van het gas af en dus als we maar bewegen is het goed. Nee. Nee, je moet nadenken en zeggen van, joh, het verbranden van bomen is echt geen goed plan. Ik bedoel, de ontbossing wereldwijd is een enorm probleem. En het is niet alleen het klimaat, het is ook nog het verlies van die biodiversiteit. En dan komt er een sprookje dat dat allemaal resthout zou zijn. Dat is gewoon niet waar. Ten tweede, Partij voor Dieren is helemaal niet overal tegen. Wij zouden enorm willen inzetten op zon, nog veel harder dan dat er nu gaat. Ja. Maar het verkoop van een AIB-centrale aan een Chinees bedrijf, waarmee je alle sturing kwijt bent en ondertussen een ambitie neerlegt om steeds meer datacenters naar Amsterdam toe te brengen die, mind you, een gebrek aan drinkwater gaan opleveren als we niet uitkijken, een congestie van het elektriciteitsnet neerleggen, wat elektrificering, wat broodnodig is, tegenhoudt, en als laatste een gemeente die procedeert tegen burgers die wat anders willen dan biomassa, maar met warmtepompen en isolatie aan de gang willen. Dat is geen goed klimaat. Maar als u dan vooruitkijkt, wat zou u dan willen
Want die infrastructuur die gelegd wordt, die ligt er op een gegeven moment. Je werkt niet vanuit een nulpunt op dit moment. Er zijn mensen die zeggen, je moet hoogwarmte ook tijdelijk misschien gebruiken nu. Ja, maar... in een overgangsfase. Maar daar gelooft u niet in. Nee, kijk, zo'n hoge temperatuur warmtenet, daar graaf je de grond voor open. Die ligt daar gewoon. En die heeft een enorm rendementverlies. En het is ook een illusie te denken dat bedrijven in de toekomst heel veel hoogtemperatuur... ik wil het even afmaken. Hoogtemperatuur restwarmte hebben, want die is er niet. Dus je bouwt voor iets wat er niet is. En dat hoogtemperatuur wordt nu bijgestookt met gas. Ja. U wil reageren. Ja, want dit klopt natuurlijk niet helemaal. Want hoogtemperatuur, daar wil ik op termijn natuurlijk ook vanaf. Maar nu storten we die warmte in het ei. Ik zou die warmte gewoon willen gebruiken om huizen te verwarmen. Dat doen we niet bij nieuwbouw. Volgens mij ligt er morgen in de commissie nog een voorstel voor 6.500 woningen laagtemperatuur. Dat doe je alleen bij oudbouw. Want die leidingen kun je namelijk ook gewoon gebruiken voor laagtemperatuur. Dus dat laagtemperatuur dus gewoon beter waar. Is, helemaal mee eens. Maar het punt is interessant dat het niet waar. Maakt. Je kan hoogtemperatuur warmtenetten want niet voor laagtemperatuur zegt, gebruiken. Je zou geen gas moeten gebruiken. Of je zou niet moeten willen stoppen met gas. Ik vind dat echt problematisch. En wel om de volgende redenen. Ik had het over de gasinfrastructuur, dat is wat anders dan gas. Ik wil even nu Rutger Wassink ook zijn punt laten afmaken. Je moet niet van het gas afvullen. Ik wil wel van het gas af. A, vind ik dat we de Groningers niet aan kunnen doen. B, wil ik niet afhankelijk zijn van Poetin, want dat is nogal een boef. C, gas is gewoon buitengewoon duur. En mijn punt is dat het eerlijke verhaal is dat we in de energiemix alles nodig hebben. Vind ik dat leuk? Hoogtemperatuur moet je op termijn vanaf. Nu hebben we warmte, pleuren we in het ei. Gebruik het dan. Biomassa ben ik niet voor. Wordt op termijn, ik meen in 10 jaar, uitgefaseerd. Stoppen we dus mee. Ja. En je hebt dus alles nodig. En ook wind. Want iedereen die zegt dat je uitkomt met wind op zee, zon en isolatie... Ja. Is gewoon niet waar. Okay. Overigens, want de heer Van Lammen zei dat wij niks deden... 10 miljoen in isolatie. 10 miljoen. Ik wil even iets meer uit de techniek halen. Want dan komen we op een punt wat u heel graag wil maken. Er werd net een debattrucje gedaan. Ja, die heb ik wel meer gezien. Voor allebei trouwens. Ja. Ja, bedankt voor het compliment. Ja. Maar dat wij niet van het gas af willen. Ik wil van alle fossiele brandstoffen. Ja. Maar dat betekent niet dat je het geld moet uitgeven aan een biomassacentrale die echt miljoenen. En dat is geld wat we niet in echte oplossingen kunnen doen. En dan wordt het nu verkocht als een transitie. Maar een stap terug is niet voorop lopen. Goed. Een stap terug is geld wat nooit meer terugkomt. En die 10 jaar kan de heer Groot-Wassink dat die biomassa-centrale uitgaat niet hard maken. Okay. Want hij is verkocht aan de markt zonder enige vorm van afspraak. Over dat. Goed, nu wil ik de bal even verleggen, want we hebben het nu heel erg over de techniek. Dat lijkt me goed. We hebben ook wat langer de tijd om dat te doen. Tegelijkertijd is er ook gewoon een punt in deze energietransitie. Hoe krijgen we de stad mee? Hoe zorgen we dat de plannen die er zijn niet leiden tot polarisatie? Eigenlijk ook uw punt waar u mee begon. Hè? Dat ziet u gebeuren bijvoorbeeld rond de windturbines. Mm. Dat zien we gebeuren rond... biomassa. Het niet isoleren van de PEC-buurt in Noord. Goed, ja, precies. Maar in ieder geval, dat gebeurt op plekken in de stad. En tegelijkertijd is dat ook, op het moment dat de energietransitie zichtbaar wordt, komt dat natuurlijk op plekken bij mensen in hun leefomgeving. Ik wil eerst dan aan Rutger Groot-Wassink vragen. Er is inderdaad veel inspraak geweest rond de windturbines. Alleen, het punt is natuurlijk dat veel mensen vinden dat de uitkomst of de manier waarop dat gegaan is, niet echt de inspraak is. Dus als je bij elkaar optelt, dan zul je zien, inderdaad, er is heel veel gesproken, er zijn heel veel avonden georganiseerd, maar de uitkomst lijkt vooraf al, dat is het beeld, te hebben vastgestaan. Hoe kunnen we nou, want ik wil hem even vooruitleggen, hoe kunnen we nou dit op een goede manier doen? En ik wil eerst uw inzet horen en dan mag u daarop reageren, want u heeft daar kritiek op geuit op hoe dat gaat en dat doet u nog steeds. Dat gaat wel eens in kort. Ja, kijk, ik denk dat we hebben als gemeenteraad in meerderheid besloten tot wind. Ik vind dus dat we dat moeten doen. Ik was er ook voor dat de raad ertoe besloot, gewoon voor. Omdat ik vind dat we geen seconde te verliezen hebben. Wat we gedaan hebben is zoekgebieden kiezen. Daar is inderdaad gedoe over geweest. Er is pas een onderzoek, ik meen, van de Universiteit van Leiden geweest. Die zeiden ook, ja, er was ook een groepje mensen die was op voorhand tegen. En die ging je toch niet overtuigen. Ik vind dat wij een heel uitgebreid proces hebben gedaan met een klankbordgroep. Die zijn overigens ook helemaal niet zo negatief. En iedereen gaat kijken waar die dingen komen. Niemand gaat de gezondheid van welke Amsterdammer dan ook op het spel zetten. Maar de vraag is wel, als je serieus klimaatverandering aan wil pakken en je zegt, dan hebben we 17 molens nodig, zet je de helft in de haven. En de anderen, die zullen dus op land moeten komen. En dan moet je dus gaan puzzelen waar ze kunnen. Oké.
Nee, maar we hebben zoekgebieden vastgesteld. De heer Van Lammeren is zelfs tegen het vaststellen van zoekgebieden. Totaal niet waar. Wel, daar heeft u tegen gestemd. Nee, we hebben tegen een aantal Nee, maar u heeft tegen de zoekgebieden gestemd. Maar ik was eigenlijk op zoek, naar uw les in dit democratische proces. Omdat er komen nog... Kijk, uiteindelijk zijn die 17 windmolens, even heel plat gezegd... die zijn een stap in een veel grotere transitie. En rond die 17 windmolens is dit beeld ontstaan. We hebben die reflectiefase ingebouwd. Ja, maar wat is uw les die u daar heeft getrokken? Dat we zo'n reflectiefase misschien wel eerder in moeten bouwen. En dat we als gemeenteraad misschien ook wel eerder met Amsterdam praten. Als u dit hoort, want we kunnen het hele dossier langslopen. Maar... Voor een wethouderparticipatie vind ik dat na 4 jaar best wel een interessante conclusie. Maar de tweede is, wij hebben helemaal niet tegen alle zoekgebieden gestemd. We hebben gezegd, windmolens in de haven kan mits ecologische toets. Waar wij tegen zijn, is windmolens in groengebieden neerzetten, windmolens te dicht bij burgers neerzetten en windmolens in het Markermeer, wat het grootste watervogelvoedselgebied van Noordwest-Europa is. Daar zijn we op tegen. Want Partij voor Dieren is supergroen, wil veel meer inzetten op zon. En ja, misschien hebben we wind een beetje nodig. Was tegen het drijvend zonnepanelenveld. Maar, kijk, dat is de heer Grootwassing weer. Nee, maar dat is toch zo? U was daar toch tegen? Maar ik wil eigenlijk, ook... Bij twijfel moet je het niet doen. Wat ik de heer Grootwassing gelukt is, en dat is mijn les... wat de heer Grootwassing, onze wethouderparticipatie, gelukt is... is ontzettend veel Amsterdammers te verenigen tegen de energietransitie. En dat vind ik echt dood en doodzonde van de afgelopen 4 jaar. En u kunt ze aanstaande zaterdag... allemaal zien op de Dam. Maar ik wil dan nog even tot slot... en dan gaan we dit stuk afronden. Ja. Ik wil dan... Ja? Wat zou je zeggen? Nee, ja, want ik geloof helemaal niet dat die Amsterdammers tegen de energietransitie zijn. Sterker nog, als je kijkt naar het draagvlak voor wind... is dat nog steeds vrij massief. Natuurlijk moet je er met mensen over praten. Waar komt het? Wat doet het voor de gezondheid? Maar Amsterdammers vinden het tegengaan van klimaatverandering echt heel belangrijk. Ik wil tot slot van u even los van... ik wil hem echt even helemaal los hiervan trekken. Maar als er nu... na de verkiezingen, op de energietransitie bijvoorbeeld... een ambitie in het coalitieakkoord geformuleerd wordt... die gaat over, laten we even niet windmolens doen... maar over een gezichtsbepalende, ingrijpende in de openbare ruimte... verandering die tot de energietransitie die kan helpen. Op wat voor manier zou u vinden, heel kort, dat dat democratisch proces dan... of die inspraak geregeld moet worden die anders is? Daar ben ik dan benieuwd naar. Kijk... Wat je moet doen als je participatie organiseert... moet je van tevoren heel eerlijk zijn... waar mag je wel over meestemmen en niet. En laat niet iedereen inspreekavonden doen... met enquêtes waarvan je echt afvraagt wie ze heeft samengesteld. Okay. Maar dat is even vooruit. Ja. Dus je zal heel duidelijk moeten zijn. En moeten we de energietransitie? Ja. En de heer Grootwassing zei het net ook al... Partij voor Dieren is nog scherper dan GroenLinks op hier. Op dit onderwerp. Alleen, ik zeg nogmaals... omarm de ambitie dat we zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Ja, natuurlijk. Maar dan wel met realistische oplossingen... en niet door het organiseren van zoveel weerstand in deze. Ja, oké. We gaan hem hierbij afronden. Ik ben benieuwd wat er de komende maand nog richting elkaar... Ik vind hem eigenlijk heel aardig, hoor. Maar ik weet niet of dat wederzijds is. Ik weet ook niet of aardig op dit moment het meest relevante is voor de campagne. We moeten vooral duidelijk krijgen wat we vinden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken. Ik wil het publiek bedanken. Heel goed. Dankjewel, Rutger Grootwassink, Jonne Medaar. Dankjewel.